ben hier bij Pia Latoya, een hele goede zangeres, die ik ooit eens op het Homecoming Festival heb mogen zien. Hoe is het met je? Gaat goed en druk. Vertel eens wat meer over jezelf. Ik ben bezig met zingen nog steeds. Dat doe ik nog steeds. Nu doe ik ook nog parttime opleiding daarnaast. En wat voor opleiding doe je? Ik doe allround fitness instructrice. Dat is iets heel anders. Loop je dan ook de hele tijd te zingen? Ja. Echt waar? Het is echt waar. En wat vinden de mensen daarvan? Die vinden het leuk. Die vragen altijd nog eens, Pia, kom je weer langs? Gaan we even opvrolijken door je mooie zang? Ja, dat doe ik daarnaast, omdat het gewoon... Ik kan nu nog niet mijn brood mee verdienen met alleen maar muziek. Dus doe ik dat erbij. En hoe oud was je toen je begon met zingen? Want je bent nu nog redelijk jong. Nou, eigenlijk is het een beetje uitgebloeid op de middelbare school. Toen was ik 13. En voordat ik echt mee heb gedaan aan een contest, op plankenkoord, toen was ik... bijna 15. Ja. En toen wist je van dit wil ik gewoon gaan doen. Ja. Het gevoel kan je niet omschrijven, maar het maakt je gewoon echt blij. Nu heb ik begrepen dat jij naar Hollywood gaat. Wat ga je daar precies doen? Nou, ik heb deelgenomen aan audities in Nederland. Om Nederland te mogen vertegenwoordigen op een internationaal contest. En dat wordt gehouden in Hollywood. De World Championship of Performing Arts. En Nederland stuurt dan de beste waarvan zij denken dat die kans maken. Wat je daar eigenlijk kan winnen. Je wint sowieso medailles. Het is eigenlijk een Olympische Spelen. Maar dan in de muziek, kunst eigenlijk. Dans, acteurs, modellen. Alles eigenlijk. En ik mag Nederland vertegenwoordigen. Nu komt natuurlijk die vraag, hè. Zou je wat willen zingen? Ja hoor. My love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. Oh yeah. Wat prachtig. Dank je. Je zingt met zoveel zoon, maar je bent nog, ja, ik blijf het zeggen, nog heel jong. Waar heb je die soul, de blues van meegekregen? Ik kijk naar heel veel artiesten. Onder andere Beyoncé, Michael Jackson, Keisha White. Van alles eigenlijk. En daarom, ik heb ook niet één persoon die ik echt super vind. Want iedereen heeft zijn eigen kwaliteit waar hij sterker in is dan de ander. Dat is de zondag. En de zaterdag... Je bent naar Amerika geweest over 5 jaar. Waar is Pia dan? Dat is een hele goeie. Ik hoop natuurlijk gewoon dat ik dan volop bezig ben met muziek. Dat ik in het buitenland woon. Ik wil hier niet blijven wonen. Nee, is het te koud? Ja, het is echt te koud. Het is voor mij gewoon te koud. En dat ik gewoon in het buitenland woon. En ik kom een Nederlandse moeder opzoeken, familie opzoeken. En dat is wat ik hier nog kon doen. In Kanarieland. Maar je familie woont nog wel hier, toch? Ja. En wat vinden hun ervan? Zijn ze trots? Ze vinden het heel leuk dat ik het doe en ze vinden ook dat ik er gewoon echt voor moet gaan. En ik denk ook daardoor, zeg maar, dat ik daardoor ook zo ver ben gekomen, zeg maar. Het is belangrijk, de steun van familie. Dat heb je echt nodig, want natuurlijk heb ik ook een moment gehad van, weet je, het werkt niet meer, laat maar zitten, weet je. En nou ja, juist die mensen die van je houden en die je graag jou willen helpen, die steun geven, dan... ga je toch gewoon verder van, nou ja, ze hebben gelijk, ik moet gewoon doen, want dat is wat ik wil. Ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat je nog genoeg sponsors en gegadigden en ontwerpers en wat je allemaal nodig hebt, krijgt. En ook nogmaals, toi, 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 straks in Amerika. Dankjewel.